In Nederland is het verbruik van aardgas al jaren stabiel tussen de 40 en 50 miljard kubieke meter. Een groot deel van het aardgas wordt verbruikt in het verwarmen van de gebouwde omgeving. Er wordt vaak gedacht dat het gebruik van gas eigenlijk niet meer nodig is en er volop duurzame alternatieven zijn. Maar wat als de zon niet schijnt? Dan is er toch gas nodig. Gelukkig zijn er duurzame toepassingen mogelijk. We spreken met Hans Overdiep van GasTerra over deze duurzame toepassingsmogelijkheden van gas. We gebruiken op dit ogenblik met elkaar nog ontzettend veel fossiele brandstoffen. Die geven CO2, dat willen we eigenlijk niet. Dat betekent dat we hard moeten werken aan innovaties op het gebied van duurzame energie. En hier op Entrance, dat staat voor het Energietransitiecentrum, onderdeel van de Energy Academy, wordt hard gewerkt aan innovaties op het gebied van duurzame energie. Nou, voorbeelden van duurzame energie zijn natuurlijk zonne-energie, hè, van die mooie panelen die je op daken kunt hebben, en zonneparken. En af en toe geeft dat pieken die te veel zijn voor het elektriciteitssysteem. En dan kun je die elektriciteit, die duurzame elektriciteit, omzetten in waterstof. Waterstof kan je ook weer gebruiken in brandstofcellen om ten tijde dat er te weinig zonne-energie en windenergie is, weer elektriciteit te produceren. Dit is een voorbeeld, experiment van hoge druk vergisting. Hier wordt biomassa, dat is rioolwaterslip van rioolwaterzuiveringen, die worden hier vergist onder hoge druk. En het leuke is, dan komt er CH4 vrij, dat is methaan, dat is aardgas, en CO2. En dat CO2, dat kun je weer binden aan waterstof. En als je waterstof nou op duurzame wijze weet te verkrijgen, van zon- en windenergie, en met die CO2 samen maakt dat methaan, heb je twee keer groen gas. Een andere vorm van slimmer en duurzamer omgaan met aardgas is een combinatie van een kleine elektrische warmtepomp met een HR-ketel. Dat wordt een hybride warmtepomp genoemd. Nou, dit is een voorbeeld van slimmer en verstandiger omgaan met aardgas. Een HR-ketel die hebben we allemaal, die zorgt voor verwarming in huis. Maar als je daar nou een kleine elektrische warmtepomp naast zet, en deze warmtepomp die haalt de warmte uit de buitenlucht, die maakt die geschikt voor ons verwarmingssysteem. En dat kan die doen tot eigenlijk een paar graden boven het vriespunt. Wordt het veel kouder, pas dan springt aardgas bij. Dus aardgas is hier echt de backup. Dan zet je dus een kleine elektrische warmtepomp bij. Die verwarmt het huis op basis van duurzame elektriciteit met een heel hoog rendement. Maar af en toe, als het heel koud is, dan heeft hij te weinig capaciteit. En pas dan springt aardgas bij. Dat is een slimmere manier van omgaan met aardgas voor het verwarmen van je woning.